is dan metro 52. Ja, ja. En dan moet je eraf op bij het rook in. Zo, mag ik misschien die kaart? Nee, mag ik hem niet hebben. Oh, dat is jammer. Dat is wel handig. Nou ja, goed, dan moet ik het mij hiermee doen. Oh. Sorry. Jongens, ik heb hem. De Apple Vision Pro. Mocht je afvragen, wat is dit? Het is geen VR-bril. We hebben het hier over spatial computing. Oh yeah. Dit is niet zo'n video waarin ik alles ga uitleggen over hoe dit ding werkt en zo. Want ik ben geen soort van tech dude. Ik ben hier om te kijken hoe de gemiddelde Nederlander erop reageert. Als ik ergens op wil klikken, hoef ik er alleen maar naar te kijken. En dan doe ik zo met mijn vingers. Treetje Charlie's, 13 euro. Oké. Prima te doen. Ik heb een heel speciaal persoon aan wie ik deze bril eventjes wil laten zien. Ik heb hem al gezien, die bril. Hoezo? Op televisie. Ja, maar je hebt het nog niet op je hoofd gehad. Als je dan dat ziet, wat denk je, wat gaat er dan door je heen? Nou, ik denk wat een idioot. Wat ik wel grappig vond, je kan gewoon bij je vrouw in de woonkamer zitten. Je kan gewoon een seksfilm gaan kijken, zonder dat ze het door hebt. En dan zeg je gewoon, nou, ik ben even... Dat is wel waar. Dat is er wel wat voor. De... Dat jij daar meteen aan denkt. Ha, je ziet er heel anders uit. Oh, nou moet je telefoonnummer, pascode. Oh, je moet een code. Kijk eens naar de 1 en doe dan met je vingers... Nee, dan moet je... Je moet dus dit doen zo. Naar die 1. Ja, naar de 1 en dan, je kan gewoon hierbij doen, zo. Ja, maar dan is dat daar. Nee, dat moet je toch helemaal simpel van dit. Nog een 4. Maar dit is toch veel makkelijker als je met je vingertje doet. Ja, dat zou je wel eens denken, ja. Dat is niet best, hè. Nee, dit gaat... maar wat vind je ervan? Verschrikkelijk. Oh, waarom? Dit is de toekomst. Ja, dit is prachtig, maar ik hoor niet in die toekomst, hè. Jullie zien momenteel wat ik ook zie, namelijk Xander. Die bij zijn reet wordt gegrepen door Pilou, zodat hij niet op zijn bek gaat. Ik heb dit ding nu een paar uur op. Ja, het is absurd hoe subtiel alles gaat, hoe logisch alles voelt. Ik heb gewoon nu eigenlijk, zonder er echt bij na te denken, even opgezocht waar de dichtstbijzijnde Starbucks is. Die is daar. Hij staat hier, het blijft zo goed zitten. En als ik nu denk, oké, ik ga ervoor, ik wandel die kant op, loop ik er zo doorheen. Moet je kijken. Dit is echt absurd. Hij hangt daar nog steeds. Daar hangt hij gewoon nog. Bro. Heb je... Oh my god, you have them. Uh-huh. That's so cool. The first client you have? Yeah. You wearing these, yeah? It's really strange. You feel a distance or it feels personal? It's normal. But can I see your eyes? We need eye contact. But I can see them if I look. Do you see it when I blink? You see it? Yeah, it's weird. It's pretty weird. Yes. All right. Thank you. Goodbye. Have a good day. You too. Okay. See you. Ik zie, jullie gewoon. Ik vind het gewoon, dan zit er echt wat tussen jou en een andere persoon. Ja. Het is helemaal niet het persoonlijke gesprek voelen. Maar als het gewoon een normale bril was dan, waar het in zit? Dat lijkt me wel leuk. Je ogen is leuk als je een soort bril hebt waar je op dat moment een foto mee kan maken. Ja. Dat zou wel lachen. Ik moet hem atten wel. Oké, maar dat wordt wel lastig met die bril. Maar we doen het. Cheers. Bedankt voor het biertje. Ik zie jullie over 12 jaar. Ja. Als jij ook zo'n bril hebt. Doei. Waar moeten we naartoe? Gewoon de 24, maar hij is een beetje traag. Hij is een beetje traag. Ja, ik was dus van plan om naar de Dam te gaan. Ik kan wel even kijken waar ik dan heen moet. Ik zie het al. Ik moet naar... Moet ik aan de overkant. U ziet toch ook 9292 OV? Maar je kan ook... Of ziet u het niet? Jawel.
dat zie ik wel. Ja, toch? Maar je kan, ook, je kan ook hier naar beneden, je kan ook met de metro. Oh. Nee, maar ik heb het hier al. Ik zie het allemaal hier. Ik heb de hele reisplanner. Hartstikke goed. Oh, nou u heeft, dit is het. Dat is nog een oude. Nou, dat is ongeveer wat ik ook heb. Ja, precies. Ja, dat is bijna hetzelfde. Ja, precies. Het is wel handig zo'n kaart. Ja. Echt, hè? Die moet ik eigenlijk ook hebben. 24, 24, 24. Ja, nee, hier heb je helemaal niks aan de metro. Ja, ik heb hem ook. Ik heb hem eventjes, ik heb hem. Heb je dan, dat is dan metro 52. Ja, ja. En dan moet je eraf op bij het rook in. Zo, mag ik misschien die kaart? Nee, mag ik hem niet hebben? Nee, nee. Sorry. Nou, dan doe ik het hier maar mee. Ja, ik heb ook een soort kaart, maar die is niet. Die doet het op zich ook wel aardig. Ja. Ik voel me ook echt zo'n straatartiest nu. Niet die rare bril waar je ook mee. Je kan computer, de computer voor je. Er kan alles hiermee. Oh, verschrikkelijk. Vindt u het verschrikkelijk? Ja, ik vind het. Het is toch geweldig? Ik vind het verschrikkelijk. Je kan alles doen. Ja, maar wat hebben we daar nou aan? Nou, u heeft toch ook een telefoon? Ja, maar het komt op. Het wordt steeds. En ik vind hem ook niet mooi, joh. Nee, dat kan ik wel begrijpen. Ik vind hem ook niet zo mooi. Nee, ik heb hem hier. I just wanted to say it's the first time I've seen it. Yeah, it's amazing. Terrible. We are big fanatics of. Oh, awesome. Would you buy it if you would have the money to buy it? Would you wear it? I give it to you. You honestly, if I had the wait, I have to close TikTok. Wait a second. You have TikTok open? Yeah. That's crazy. Als ik Google op prijs hotdog Amsterdam, staat de inkoopprijs €3,63. Advies verkoopprijs €9,50. Dan ben ik goedkoop. U bent te goedkoop. Ja, ik ga meteen weer verhogen. Ja, dat zou ik maar doen. Ah, doe mij er dan maar zo eentje voor €5. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat we over 10 jaar terugdenken aan 2024. En dat je dan zegt, wist je nog dat we allemaal verschillende apparaten nodig hadden? Een telefoon, een tv aan je muur, een laptop. Dat hebben we allemaal niet meer nodig. Ik bedoel, ik heb geen glazen bol, maar nu dat ik dit ding een paar uur op heb, begin ik er steeds meer in te geloven. Hoi. Very nice. Goed. Ciao. Ja, zeker. Het is moeilijk om te geloven of het de toekomst is, maar dat dacht je vroeger ook met smartphones. Snap je? Dat je een telefoon kan doen. Ja. Heeft u een mobiele telefoon? Nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik niet nodig, want ik word toch niet gebeld of zo. Heeft u een mobiele telefoon? Nee hoor, dat heb ik niet. Waarom heeft u er geen? Nou, ik zie er nu niet van in. U ziet er het nut niet van? Absoluut niet. Ja. Nou ja, je kan het wel raden. In 1998 verwachten ze niet per se dat ze later allemaal een telefoon zouden hebben. Dat gevoel heb ik vandaag ook. Ze hebben deze mensen 20 jaar later of zo weer geïnterviewd. Nou ja, kan jij wel raden of ze wel of geen telefoon hadden? Kip en rijst. Sriracha honingkip met rijst en spinazie. Oei, oei, oei. Oh, ik word gebeld. Hé, hey, ik zie je, man. Hé, hey. Hey, hoe zie ik eruit? Je kijkt heel bang. Je kijkt ook super bang, kijk je. Echt? Ik lach juist. Hoe voelt deze ervaring? Je bent een van de eerste Nederlanders die gewoon die Vision Pro FaceTime klapt. Ja, ik vind je mond nice. Je mond werkt goed. Alleen, ik weet dat je haren zitten vastgeplakt op het moment dat je die scan deed, volgens mij. Maar ja, het is vrij uncanny. Het is ook best wel, het is niet pixelachtig, maar wel heel vaag. Het is niet echt scherp. En als ik praat, dan zie je mijn mond wel gewoon goed bewegen zo. Ja. Wow, dat werkt goed. De tong werkt echt, ja, de tong werkt goed. Echt? Ja. Doe ze omhoog en omlaag dan. Huh? Ja, dat werkt wel. En die werkt goed, man. Zullen we straks even een biertje drinken? Ja, lekker. Is goed. Oké, zie ik je zo, ja. Durf lekker normaal, joh. Ja, niet iedereen vindt het geweldig. Blijft toch een beetje gek. Dit is waar dit apparaat echt goed tot z'n recht komt. In je eigen huis. Kijk even met me mee. Hier ben ik aan het appen. Nina vraagt, ben je lekker wappie? Ja, dat vind ik wel een relevante vraag. Disney Plus, op de plek waar normaal gesproken de tv hangt. Hier ben ik gewoon steady. Als ik even zin heb, kan ik even legoen. Die heb ik hier gewoon even. In de tussentijd ben ik ook nog eten aan het maken. 7 minuutjes, moet ik nog even pruttelen. Wat doe je anno 2024 als je op de wc zit? Inderdaad, TikToks kijken. Dus ik heb hier mijn TikTok maar even neergezet. Ik kan hier gewoon TikToks kijken in de douche. En net voordat je gaat slapen, heb ik hier de best Fortnite plays. 200 IQ.
En als ik dan wil slapen, dan doe ik gewoon dit. En dan zeg ik, wat rusten boys. Apple Vision Pro. Het voelt als een kijkje in wat de toekomst zou kunnen zijn. Over een paar jaar zien we dit terug en gaan we helemaal stuk op hoe groot, lomp en lelijk dit ding was. Net als de eerste computer, net als de eerste telefoon. Niet meer al die aparte apparaten, maar alles in één. Daar houden wij mensen wel van. En toch blijft het lastig om voor te stellen dat we over 20 jaar allemaal zo'n soort apparaat elke dag gebruiken. Maar ja, zoiets heb ik dan ook al wel weer eerder gehoord. Heeft u een mobiele telefoon? Nee. En wordt u inmiddels gebeld? Ik word wel gebeld. Onderweg, als ik in de trein zit of in de auto gebeld worden of zelf kunnen bellen, vind ik niet nodig. Hebben jullie nu een telefoon bij je? Ja, natuurlijk. Ja.